Welkom bij Gemeentenieuws, het voorlichtsprogramma van de gemeente Zomeren. In deze coronacrisistijd zijn het ook voor burgemeester Dilia Blok onwerkelijke dagen. Tussen haar drukke werkzaamheden door had de burgemeester even tijd voor Sirius TV. Het is er wel, het coronavirus. Overal en zo. Ja, als we hier zo staan in het zonnetje, hier op deze mooie plek met het voorjaar achter mij, dan is het heel onwerkelijk inderdaad. Ja, het is er en het is er niet. En ja, wij kunnen gewoon nog doorfunctioneren met alle maatregelen van dien. Maar het is ook heel vreemd. En de mensen zien mij nu wel. Ik zie de mensen niet of nauwelijks. Dat is niet helemaal waar ik van hou, want het liefst kom ik de mensen overal in de gemeente tegen. Maar we zullen het nu even op deze manier moeten doen. Nou, niet zwaar als ik zie wat er overal door mensen aan werk verzet wordt. Mensen in de zorg, onderwijs, de hulpverlening, alle mensen in de crisisorganisatie. Er zijn zo ontzettend veel mensen, denk ik, veel harder direct bezig dan dat ik dat doe. Dus ik, in die zin voel ik mij toch een bevoorrecht mens dat ik gezond en wel hier kan staan. En natuurlijk zijn mijn dagen ook gevuld. Heel anders dan normaal, want niets is eigenlijk meer gewoon in deze tijd. Maar als ik kijk naar wat er allemaal door andere mensen verzet kan worden, dan neem ik daar in ieder geval mijn petje voor af. Ik ben burgemeester, ik ben als eerste van alles op de hoogte. Hoe blijf je op de hoogte van de situatie hierover? Ja, dat is best ook een moeilijke vraag. Wij krijgen natuurlijk onze officiële informatie. Die krijgen we vanuit de veiligheidsregio, want misschien hebben de mensen dat ook meegekregen. Maar binnen Brabant zijn er 3 burgemeesters die voor ons de crisis op hoofdlijnen managen. En die ook de moeilijke dilemma's op tafel hebben, waarbij ze ons als lokale burgemeesters vooral voeden elke dag. Dus we krijgen elke dag vanuit die 3 burgemeesters een update van de stand van zaken, maar dan echt op het niveau van heel Brabant. Ik heb het ook van de sites, net als elke inwoner, van het RIVM, van de GGD, van de Rijksoverheid. En ik heb het ook vooral heel erg veel, krijg ik informatie vanuit de inwoners van Zomeren. Maar ik wil wel van de gelegenheid gebruik maken om ook te zeggen dat ik ook veel informatie niet krijg. Wat mijn hart me ingeeft, wat ik het liefste doe, is contact opnemen met al die mensen die getroffen worden door dit virus, op welke manier dan ook. Maar ik krijg die gegevens niet meer. Ik krijg niet de gegevens van zieken. Ik moet het ook doen met de informatie van het RIVM. Dus bij deze wil ik dan toch ook van de gelegenheid gebruik maken dat ik meeleef met alle mensen die getroffen zijn door het virus, op welke manier dan ook. Maar ook zeker hoop en troost wil proberen over te brengen aan al die mensen die dat nu zo keihard nodig hebben. Want ja, ik weet niet alles. Ik hoop het beeld van Zomeren zo goed mogelijk toch tot me te krijgen. Ik hoop ook zelf. Ik ga ook zelf op informatiejacht uit. Ik neem ook contact op met mensen. Maar ja, ik hoop dat de mensen er begrip voor hebben dat ook ik niet alles nu hoor en zie. En aan het eind wil ik daar ook nog wel een oproep aan doen voor alle inwoners. Afgelopen maandag heeft u natuurlijk het kabinet gezien met de maatregelen. Dat is nogal rigoureus. Wat houden we nou de nieuwe maatregelen voor? Nou ja, het is waar ik op zich de eerste periode van de crisis, toen was het vooral Brabant waar iedereen naar keek. Wij hadden ook andere maatregelen en voorschriften dan heel Nederland. Daar had ik zelf ook last van. Hè, als ik ergens een afspraak wilde maken buiten Brabant, dan zei men ook tegen mij, u woont in Brabant, nou dan maken we liever geen afspraak. Nou, dat voelt best raar. Ik had er ook soms wel, ik had last van onbegrip. Nu het voor heel Nederland geldt, verwachtte ik ook wel de afgelopen dagen, voelde ik ook wel aankomen dat de maatregelen, dat die strenger zouden worden. Want ik zie gelukkig in Zomeren heel veel mensen houden zich aan de maatregelen. Maar ook toch te veel mensen nog niet. En ja, dat maakte ook, ik heb ook in het weekend zelf een oproep nog extra gedaan van beste mensen, denk nou na en ga niet naar buiten als dat niet hoeft. Vermijd de drukke plekken. Maar ik voelde wel aankomen dat er extra maatregelen tot ons zouden komen. En die maatregelen die zijn natuurlijk niet mis. Maar ik denk wel dat ze keihard nodig zijn. En zeker ook, denk ik, als steun voor de mensen waarvan ik daar straks ook al zei, die elke dag en nacht met tomeloze energie bezig zijn om deze crisis een beetje in te dammen. Dan past het niet dat wij als inwoners gewoon vrolijk doorleven en ons nergens wat van aantrekken. Want zoals je zelf al in het begin zei, we zien het niet, maar het virus is overal. Vandaar ook dat ik nu veel verder van jou verwijderd ben dan dat ik normaal sta voor de camera. Dus
Ja, het is heel erg ingrijpend. Zeker ook voor ondernemers, voor ZZP'ers, voor heel veel organisaties. Het onderwijs, de opvang. Nou, noem ze allemaal maar op. Dat realiseer ik me echt. Maar ik denk dat als wij ons nu niet echt zo gaan gedragen dat we, zoals gevraagd wordt, dat we nog veel langer en veel meer mensen getroffen zullen worden door het virus. Dus het is heftig wat mensen overkomt. Zeker ook dus inderdaad de effecten van de maatregelen. Maar wat mij betreft, het doel heiligt het middel. We moeten weer naar een gezonder Nederland waarin we minder kans lopen dat wij of onze opa's, oma's of wie dan ook, dat die het virus oplopen. Dat betekent handhaven. Dat deden we al vanaf vorige week. We hebben veel toezichthouders op straat. Op ook onverwachte momenten. En gelukkig krijg ik echt terug dat op heel veel plekken het gedrag van mensen en ondernemers goed is en goed was. Ook de afgelopen week. Maar ja, daar waar ik signalen krijg van inwoners en die krijg ik via Messenger, WhatsApp, via Facebook, via mail, telefoon. Heel veel mensen brengen toch bepaalde situaties bij mij onder de aandacht. Puur om te denken van, burgemeester, kunt u wat betekenen, zodat we de risico's omlaag brengen. Dus ja, we houden toezicht. We spreken mensen aan. En de volgende stap is inderdaad handhaven. Maar die opbouw zal ook de komende week blijven. Dus wij blijven goed kijken. Wij blijven mensen aanspreken. Maar daar waar het toch hardnekkiger is, daar zullen we ook niet schromen om de harde lijn in te zetten zoals ook de minister is aangekondigd. Dus boetes, helaas. Het zijn hele flinke boetes en ik doe toch een oproep aan iedereen in Zomeren. Laten we er nou met elkaar voor zorgen dat ik die boetes niet hoef uit te delen. Want dat doe ik echt niet voor mijn lol. We worden er echt met z'n allen echt niet wijzer van. Dus ik hoop echt dat ik trots kan zeggen dat ik geen boetes heb hoeven uitdelen aan het eind van deze crisistijd. Ja, het is ver weg. Ik ben wel blij dat die duidelijkheid er is voor alle mensen die activiteiten op de planning hadden staan tot 1 juni. Die duidelijkheid is er nu en dat stelt ook heel veel mensen teleur. Maar ik denk wel dat het goed is en dat het ook de ernst van de situatie duidt. Het is niet morgen over, absoluut niet. Dan gaan we nog langere tijd gaan we hier de effecten van ervaren. Ja, en wat er in de tussentijd qua maatregelen wel of niet wordt aangepast. Ik denk dat ons goede gedrag kan helpen om de situatie toch sneller dan nu verwacht te verbeteren. En hopelijk brengt zo'n situatie dan ook weer nieuwe, wat minder ingrijpende maatregelen tot stand. Maar dat kan de overheid niet. Dat kan de Rijksoverheid niet, dat kunnen wij niet, maar dat kunnen we wel als inwoners en ondernemers. En nogmaals, mensen, laten wij als Zomeren echt het goede voorbeeld geven. Ouderen, jongeren, dat vind ik nog wel een doelgroep waar we nog wel wat meer de ernst over zouden kunnen brengen. Ja, ik hoop echt dat we dat kunnen doen. Mensen moeten thuis blijven zoveel mogelijk, achter de muren, achter het raam. Wat kunnen ze toch voor elkaar betekenen in zo'n moment? Ja, nou, daar is ook wel de kracht van Zomer. Ik heb dat van de week ook al geprobeerd via andere kanalen, Facebook en andere dingen, om dat over te brengen. Ik zie dat er heel veel voor elkaar gedaan wordt. Ik sta ook hier voor een symbolische plek, ook al is het maar in een stukje aandacht en laten merken dat we er ook als overheid, maar ook inwoners, dat we aandacht voor elkaar hebben. En het kan door bellen, het kan door kaartjes sturen of een andere attentie, diensten voor elkaar verlenen. Ik denk dat er heel veel buren zijn die voor elkaar hand- en spandiensten verlenen. Maar ook andere wat grotere initiatieven. Maar wat ik wel wil meegeven, kijk nu zo'n eerste periode, dan zijn er initiatieven op initiatieven. Iedereen is ermee bezig. Maar mensen, laten we ons realiseren, dit gaat nog weken duren, zo niet maanden. En ik roep iedereen ook op, laten we ook volhouden wat we nu inzetten. Maar met name ook proberen die mensen te vinden die er niet om hulp vragen, maar die toch zonder familie of zonder kinderen of omdat ze uit het buitenland komen, vluchtelingen. Laten we ook proberen die mensen te zien en te vinden die misschien niet direct in de picture staan. Want ook die mensen hebben onze hulp keihard nodig. Uiteraard kunnen ze ons bellen. Ik hoop ook dat mensen begrip hebben dat wij ook niet alle antwoorden hebben. Waar wij als gemeente ook voor een belangrijk deel onze informatie vandaan halen, dat zijn toch ook de websites van het RIVM, van de GGD, van de veiligheidsregio.
Nou ja, dat zijn vooral sites waar ook wij naar kijken. Dus ik hoop dat mensen daar vooral ook zelf genoeg informatie kunnen ophalen. Voor ondernemers is er op onze gemeentesite ook een aparte pagina waar ook alle regelingen te vinden zijn. Of verwijzingen waar zij een beroep op kunnen doen. Maar uiteraard zijn wij als gemeente ook bereikbaar. Voor vragen waar mensen gewoon op dat moment zelf het antwoord niet op weten. Dan proberen we de mensen zo goed mogelijk te helpen. En we zijn gewoon elke dag telefonisch bereikbaar. Van 's ochtends 8:30 tot 's middags 5. En ja, op vrijdag en in het weekend niet. Maar ja, onze mail en mijn mail staat ook altijd aan. Mensen natuurlijk op die jongeren. Het blijft natuurlijk een hele moeilijke groep om die in het geheel te houden. Ja, als je nu kijkt, het is prachtig weer. Jongeren niet naar school. Thuis binnen aan het huiswerk, ik snap echt wel, die willen natuurlijk naar buiten. Die willen even hun energie kwijt, die willen bewegen, die willen spelen met elkaar. En de minister zei ook, het is niet verboden. Maar ik wil toch aan alle jongeren en kinderen proberen het duidelijk te maken, maar vooral ook te vragen. Ja, jullie mogen blijven spelen buiten, jullie mogen alles blijven doen, maar houd ook afstand van elkaar. En ik hoop dat de ouders mij daarin ook willen ondersteunen. De minister, behalve contact met de gemeentehuiskunde, contact met de privé-tweeën? Nou, privé, maar met mij persoonlijk kunnen ze wel contact. Dat kan natuurlijk niet zoals ik normaal gesproken gewoon op straat heel makkelijk aanspreekbaar ben. Want ook ik blijf veel thuis en werk thuis. Maar ik heb een speciaal e-mailadres, burgemeester@someren.nl. Daarvan wil ik onder aandacht brengen van de mensen, als er dingen zijn waar u vindt dat ik dat moet weten, of wat u met mij wilt delen, of wat u aan mij zou willen vragen. Wat goed zou zijn voor Someren of voor een bepaalde situatie. Schroom niet, stuur mij een berichtje, burgemeester@someren.nl. Dan probeer ik daar zo snel mogelijk op te reageren. En heeft u geen e-mail, bel ook gerust naar het gemeentehuis.